In het Rijksmuseum in Amsterdam is sedert de bevrijding één zaal voor het publiek niet toegankelijk. Daar, in alle stilte, is als een alchemist de heer Mertens aan het werk. Hij brouwt er belangrijke vloeistof. Zo belangrijk dat ze hem in staat stellen daarmee de glans en de kleur terug te geven aan Nederlands beroemdste schilderij, de Nachtwacht van Rembrandt. Het grootste deel van het majestueuze doek is al schoongemaakt. Het zal echter nog enige tijd duren voor de restauratie zal zijn voltooid. Het is een minutieus werk dat geduld vraagt en groot vakmanschap. Vele details, zoals deze lansen, die tot dusver onder een laag vuil verborgen waren geweest, zijn dankzij de bewerking naar voren gekomen. Op sommige plaatsen is het verschil tussen het gerestaureerde en het nog niet schoongemaakte deel goed te zien. Als het magistrale schilderij straks weer praalt in het volle licht, dan zal blijken dat het de naam de Nachtwacht ten onrechte, door het vuil dat erop was samengekoekt, gekregen heeft.